Ilias Alhaft, het wordt uiteindelijk hier, hier 0-4 thuis tegen NEC. Um, je had er meer in gezeten in jouw ogen? Ja, zeker. Als je kijkt, de basis van de eerste helft, je komt natuurlijk op achterstand. En volgens mij hadden wij daarvoor of net daarna een kans met Cher. Ik weet niet meer of dat er voor de 0 was of daarna. Vlak daarvoor. Ja, vlak daarvoor. En uh, ja. Natuurlijk is het koffie te kijken, maar als je die scoort, dan, uh, dan, ga je heel anders. Die, dan is het verloop van de wedstrijd natuurlijk anders. Oké, okay, zij komen dan op voorsprong, dat is, uh, dat is vervelend. Een rare zwabberbal van uh, Tanane. Ja, klopt. En uh, Was die houdbaar? <coughs> ja, dat durf ik niet te zeggen. Dan moet je bij, uh, bij de keeper wezen. Een maar... schotel van 30 meter uh, met een rare zwabber uh, binnen. Ja, we weten ook natuurlijk dat dat wel een kwaliteit is van hem, dus uh, ja, daar, daar moet je altijd rekening mee houden. Maar... Ah, fijn. Uh, uiteindelijk komen zij dus op uh, 0-1 voorsprong. en wij hebben daarna de kans, Ik heb de kans om die gelijkmaker te maken. En... Je raakt de binnenkant van de paal, jullie waren er heel dichtbij. Ja, klopt. En, uh, ik, ik telde hem zelf ook al normaal gesproken vanaf die positie. Dan uh, is dat altijd hangen, maar uh, vandaag mocht het helaas niet zo zijn. Nee. Ja, wordt het dan een hele andere wedstrijd als jullie op 1-1 komen? en hij, hij valt wel binnen. Ja, dat uh, denk ik wel. Dan uh, staat er natuurlijk de stand is 1-1. Zij scoren ook nog uh, die 0-2 net voor rust. Vervelend dus je... moment hè. Nadat jullie eigenlijk best wel redelijk dominant waren in de eerste helft. Na die 0-1. Uh, ja, maken zij wel de kansen af uh, vlak voor rust die 0-2. Ja, klopt. Uh, dat, 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 dat zeg je goed. Uh, zij maken die kansen wel af. En wij, wij hebben dat nagelaten in de eerste helft. Terwijl, als je, dat niet, als je die kansen wel afmaakt. Dan, uh, dan zou de wedstrijd natuurlijk heel anders eruit kunnen zien. Maar dat was niet zo. Dus... Uh, ja, dat is, dat is balen. Ja. De tweede helft kunnen jullie niet meer hetzelfde niveau aantikken. als jullie de eerste helft op de mat legden. Nee, dat, uh, dat ben ik volledig met je eens. Uh, toen, dan zie je op een gegeven moment ook dat zij gewoon, uh, dat zij gewoon uitlopen. En uh, ja, dat, uh, daar moet je ook weer mee delen. De na de, tweede... de 0-3 was het geloof weg. Hè? Ja, dat, dan, dan zie je wel dat de kopjes gaan hangen, inderdaad. En, uh, ja, we moeten nu gewoon vooruitkijken. Die wedstrijd van zondag tegen Willem II thuis is een hele belangrijke. En uh, ja, we, we gaan er alles aan doen om die uh, drie punten gewoon hier te houden.